Hoe gaat ie ermee? Nou, jullie hebben wel een hele bijzondere lezing, net zoals in november. Dank je wel voor jullie reacties. Ze waren heel mooi en heel veel. Het is gewoon waanzinnig. Ik ben echt dankbaar en blij en trots. Voor degenen die hier nieuw zijn, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Buddy Advies op Facebook. Je kan de link hier vinden. Dat neemt je gelijk mee naar Facebook. En hier beneden kan je lid worden. Gratis. Hoef je niks voor te betalen. Gewoon even abonneren. En dan springt het knopje op grijs. En dan kan je de bel drukken. En dan word je genotificeerd als er een nieuwe video is of een event. Ik ben één keer per week ga ik live. En dat doe ik op Facebook. En dat is op een vrijdagavond of een zaterdagavond. Ik ga geen mid-maand lezingen doen, omdat ik de lezingen voor 2019 uitgebreid doe. En die wil ik klaar hebben voor de eind van december. Daarom ben ik december al begonnen, nu in november. Ik zal één kaart leggen voor elke maand. En ik zal ook een thema of een katholistische kaart leggen en een kleurkaart en natuurlijk de steen van de tarot. De ruïne, de tarotruïne noem ik ze. Ik wens jullie heel erg veel gezelligheid en geluk en geniet van de feestdagen Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. Ik hoop dat 2019 jullie ook een waanzinnig jaar gaat brengen. Laten we beginnen. Jullie hebben de Hoge Priesteres. Deze vrouw die zie je uitgebeeld met manen op haar hoofd en bij haar voeten. En de Boek van Wijsheid. Ze is een geleerd, geleesde vrouw en ze betekent ook intuïtie en spiritualiteit. Hoe mooi is dat in deze maand? Want we hebben dus ook Jezus' geboorte, datum en die vieren we. Zo, het is mooi dat zij aanwezig is. Sommige mensen geloven niet in God, sommige mensen geloven niet in Jezus, maar toch is het mooi dat ze hier ligt. En laten we elkaars geloof respecteren. En daarom zeg ik ook altijd het universum, maar ik geloof wel in God. Ik zou niet zonder God kunnen. Ik ga gewoon beginnen. Zoals ik zei, de hoge priesteres is intuïtie en spiritualiteit. Laat de achterkant van haar tong niet zien. Dus zij observeert heel veel. Sorry. Dus wees voorzichtig wat je deze maand hoort en luister naar je gevoel. Als er iets niet klopt, dan hoef je het niet te zeggen. Wacht op het goede moment. Gebruik je wijsheid. In de tweede week hebben we de vier van munten. De vier van munten betekent origineel gierigaard. Sorry, ik zit niet lekker vanwege mijn rug. Gierigaard, maar je kan het ook verder gaan kijken. Hij heeft zich afgesloten en probeert vast te houden wat hij heeft. Dat is één kant. Zo, je bent afgesloten van de kroonchakra en dat heeft ook weer met spiritualiteit te maken en genezing van het lichaam en geest. Dan heb je ook een pentakel, dat is gedekt over het hart en de emotionele chakra. Zonnevlecht, of dat is een reflexzonepunt. En ja, sluit jezelf niet af. Daar schiet je niks mee op. En laat het los. Maar hij kan ook niet voort, want hij heeft ook twee pentakels voor zijn knieën zitten. Zo hij kan ook niet opstaan. Sluit jezelf niet af van je gevoel en van mensen om je heen. De andere kant kan ook zijn
dat je te gul bent. Dat je juist wel een beetje terug moet stappen, niet afsluiten, maar dat je terug moet stappen en niet zo gul moet zijn. Zo, luister daarnaar naar je eigen gevoel. In de derde week, ja, dan is het kerstmis en dan vieren we feest. Maar deze energie kan door de hele maand zijn, zoals ik al zei. Misschien vier je kerst of Sinterklaas met vrienden en familie en het nieuwe jaar ook. En in de vierde week hebben we de zes van pentakels. Misschien is er iemand afhankelijk van jou. En omdat jij wat meer hebt, heb je het gevoel dat je het kan delen of andersom. Misschien krijg jij wat geld van iemand die beter af is dan jij. En die wilt met jou delen om kerst en nieuw een speciale tijd te maken voor je. Dat is toch wel heel erg mooi. Vind ik. Dan in de steen hebben jullie de zegenwagen en dat is nummer 7. Een 7 is een geluksnummer. Zo, misschien heb je je geluk gevonden deze maand en zeker met erkenning, want hij is de kampioen van de zegenwagen races. De zegenwagen werd altijd gebruikt in racen met in de Romeinse of de Romeinse tijden. En dat was net zoals wat ze doen nu met paarden, met die kleine karretjes, ik weet niet hoe het heet, maar dat gaat ook heel snel. En de zegenwagen betekent, je kan op vakantie gaan met de auto of iets met wielen. Je gaat voort, er zit beweging in, erkenning, misschien wel een verhuizing. Dat is wat de zegenwagen betekent. Nou voor het spirituele bericht. Het betekent motie, uitdagingen, reizen en avontuur. Harmonieus. Deze steen betekent harmonie of harmonieus. Here you are drawn to focus on your material and spiritual work. Deze, hier ben je naartoe getrokken om bewust te worden en te focussen, om bewust te zijn op jouw materiële en spirituele werelden. 1. Spiritueel, materieel. Bam. Do not succumb to inferior feelings. Nor allow yourself to be carried away with illusions of grandeur. Probeer niet de temptation, de uitlokking. Laat je niet lokken naar minderwaardigheid gevoelens over jezelf. En maak ook geen illusies dat je beter bent dan een ander. En daar, die slaat echt op dat. Dus oké, dan heb ik een vraag. Ben je klaar om het leven te accepteren op de regels van het leven? Sta je klaar? Ben je klaar om het leven te leven op de regels van het leven? Zo, ik hoop dat je dat snapt. En heb je daar een vraag over, dan kan je dat altijd hieronder neerzetten in de reacties. Ik dank je dat je hier aanwezig bent geweest en dat je tijd uitgenomen hebt. En ik hoop dat je het leuk vindt. Ik wens je een waanzinnige december en een goede jaarwisseling. Tot ziens!